verwacht natuurlijk heel veel romantiek, fantastische zang, want de cast is geweldig. Ik verwacht vooral wel een heel mooi spektakel ook. En ik weet dat het over een onmogelijke liefde gaat. Het feit dat we het nu toch op afstand mogen doen, daar zijn we heel blij om. Want als er geen kunst en cultuur in Nederland mag plaatsvinden, dan denk ik dat we nog veel zieker worden dan alleen van corona. En het is goed dat het nu weer in deze moeilijke tijden over liefde wordt gesproken. Want sommige mensen hebben liefde kwijtgeraakt tijdens corona. Sommigen juist een nieuwe liefde gevonden. Dus ik vind wel de juiste tijd dat de liefde gevierd kan worden. We gaan, geloof ik, heel erg genieten van iets heel bijzonders, iets heel moois. En dan kan hopelijk zo snel mogelijk iedereen hier ook naartoe. Ik verwacht sowieso dat Nienke en Soy heel erg gaan stralen. En die ken ik allebei heel goed. Dus voor de rest is dit volgens mij de eerste LED-scherm musical in Nederland. Ja, benieuwd. Zo fijn dat we hem toch hebben kunnen spelen, de première. En wat een zaal. Wat een super fijne interactie. En ik zit nog een beetje in de wolken op dit moment. Ik ben gewoon heel erg blij en gelukkig. We hebben volgens mij een heerlijke voorstelling gespeeld waar het publiek enorm van genoten heeft. Dus ik ben wel blij. Het was een heftig proces met veel zoeken. En dat is altijd met een nieuwe productie. Ik ben gewoon heel blij dat het goed is gegaan. Het is een visueel spektakel. Maar wat we ook hebben zijn dus acrobaten, circusartiesten en freerunners die echt te gekke tricks doen. Kijk naar die panelen. Een spektakel op technisch gebied met de LED-schermen. Het is ultramodern. Het gebeurt links van je. Het gebeurt op het toneel, maar het gebeurt links van je, rechts van je, achter je. Je kijkt er niet naar, je zit erin. Ik denk dat je echt een avondje prachtige muziek hebt. Veel mensen die zingen. Je moet voor Nienke Latte komen kijken, want die is gewoon waanzinnig. Ga nog door, we spelen matinees. Je kan nog steeds van cultuur en kunst genieten. En hopelijk ook snel weer in de avonden, maar voor nu matinees. En we hopen jullie snel te zien.